Kunnen we hem uh, eindelijk uh, roemen voor wat hij in zijn mars heeft. Je hebt in voetbal natuurlijk altijd de offvragen: um, waren jullie nou heel goed of was Roemenië heel zwak? Nou, ik denk dat we uh, hun goed geanalyseerd hebben. En eigenlijk uh, had België ook al uh, tegen Roemenië heel veel mogelijkheden via eigenlijk wat wij ook vandaag gedaan hebben. Dat met name aan hun linkerkant hebben ze, ook toen tegen België hadden ze problemen, wat ze ook vandaag hadden. Ze hadden ook problemen met de positie van Xavi Simons, omdat ze daar met 1-6 spelen. Als je dan twee tienen daarna zit, ja, dat is niet altijd te belopen voor de 1-6 bij hun. En dat bleek, dus we waren daar heel goed en vast in. Maar uh, ik denk dat we voor dit niveau heel veel kansen hebben gecreëerd en dat was ook al tegen Polen. Ja, die ga je niet creëren tegen, uh, tegen landen die, die, die uiteindelijk verder gaan komen. Wat stond er op het papiertje van je kleinzoon? Uh, het papiertje van mijn kleinzoon stond, uh, stond de uitslag en een mooie tekening. Maar hij had het net niet goed, want hij zei 3-1. Dus uh, het is mooi om te zien dat ze meeleven en erbij zijn... En, Eén wedstrijd niet zijn geweest en, en dan weet je wel welke. Dus uh, ga maar weer regelen dat ze, dat ze zaterdag erbij zijn. Kun je uitleggen met wie het doelpunt vierde en waarom? De uh, eerste uh, was uh, gisteravond uh, Visio-Martin. Die had het gevoel dat hij ging scoren als eerste. Dus uh, toen zei ik, ja, als dat gebeurt dan uh, loop ik naar je toe. Dus uh, ja, nou, Ik was het niet vergeten, dus uh, toen liep ik naar hem toe. Er stond heel veel druk op jullie. Wat betekent het winnen... Vanavond hier in München voor jou. Ja, dat betekent veel. Ik denk uh, dat we een reactie wilden tonen na, na de vorige wedstrijd um, en ook omdat we <coughs> zelf weten hoe goed we kunnen zijn uh, individueel en ook als team. Uh, dan is het natuurlijk gewoon teleurstellend als je dat soms niet kan laten zien en uh, ja, iedereen verwacht veel van ons, maar ik denk dat we van onszelf ook veel verwachten. Dus dan is zo'n wedstrijd als vandaag wel heel erg belangrijk om gewoon uh, een klein statement uh, ja, neer te zetten. Alleen, uh, ja, we zijn er nog niet. Dus uh, dit was één wedstrijd en hopelijk kunnen we dit uh, vasthouden en uh, doorstoten. Je zei net bij de NOS: uh, de puzzel is op het juiste moment uh, gelegd. Uh, wat was het ontbrekende puzzelstukje? Ja, ontbrekende puzzel. Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Dat, dat bedoel ik met name met, 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 ook met het spel van, van Xavi Simons natuurlijk. Die, uh, nou ja, die dan door, hè, door een, een ander middenveld, door veel blessures op het middenveld, ja, ook al tegen Frankrijk op die positie speelde. Toen zag je al uh, dat hij daar ook heel goed kan spelen. Nou ja, dat bedoel ik ermee. Dan, dan met zijn wedstrijd vandaag en ook met name het positie kiezen van hem tussen de linies. Veel een beetje aan de linker teampositie. Ja, daar hadden zij heel veel moeite mee. En nou, als je ziet hoe... Hoe die vecht, het duel voor uiteindelijk de Derde Kool. Ja, dat kunnen we hem uh, eindelijk uh, roemen voor wat hij in zijn mars heeft. K